Yo guys, Kletsch hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag ga ik totaal iets anders doen. Ik ga vandaag een film reviewen. En ik ga beginnen met Rogue One, Star Wars, sorry. Maar was de film geslaagd? Ik vond hem zeker geslaagd. Ik vond hem zelfs beter als The Force Awakens. En ik vond The Force Awakens geen slechte film. En ik zal ook even heel kort vertellen waarover de film ging. De Rebel Alliance probeert de plannen van de Death Star te stelen om zodoende deze op te blazen in een nieuwe hoop. Om meer te weten over de Death Star zoeken de rebel Jyn naar vader, de designer is van de Death Star. Zoals elke Star Wars film van deze dagen is de protagonist een vrouw. En deze keer is dat Jyn gespeeld door Felicity Jones. Het kan fout uitgesproken zijn. Nou, ik vind persoonlijk dat ze dat heel goed heeft gedaan. Dus ja, gewoon een rebels type en ze heeft dat gewoon goed geacteerd. Of gespeeld, I don't know. Maar dan, de antagonist. Director Krennic, gespeeld door Ben Mendelsohn. Hoedje af voor die gast. Die speelde zijn rol echt zo goed. Ik bedoel, hoe intimiderend is die gast? The power that we are dealing with here. Ik dacht eerst dat Grand Moff Tarkin aan ons aangehaakt was, maar dan heb je deze gast. En deze gast is toch wel next level. En ook nog een hoop andere rebellen slash nevenfiguren die een rol ook goed spelen. Ik ga daar niet echt te diep op ingaan, want anders wordt de video iets te lang. Het enigste negatief puntje dat ik over deze film kan zeggen is dat ze misschien een beetje traag op gang kwam. Maar voor de rest was het echt een topfilm. En ik zal even zeggen waarom. Het is een echte oorlogsfilm gezet in het Star Wars universum. Doe, hoe lang zaten fans daarop te wachten? Omdat het een anthology film is, moet niet iedereen het overleven. En daardoor zijn er af en toe echt wel onverwachte wendingen. En dat maakt de film echt super goed. Het is ook gewoon zo cool omdat er zoveel dingen bij verklaard. Waarom één geluksraketje de hele Death Star kon opblazen en nog veel meer dingen. En niet te vergeten alle referenties naar de originele trilogie, maar ook naar de prequels en de easter eggs. Het was echt allemaal heel goed in elkaar gezet en er was echt wel over nagedacht. Het was al bij al gewoon een geweldige film. Zelfs als je de originele trilogie niet hebt gezien, zou je wel nog een beetje kunnen volgen. Een beetje. Al bij al geeft deze film een 9 op 10. Gletscher rated. Snap je, IGN rated. Oké, nu komt het spoiler alert gedeelte van Rogue One met alle dingen die ik zo nice vond. Dus als je de film nog niet hebt gezien, dan moet je even wegklikken. Later bij beginnen dat ze het super tof vonden dat ze twee acteurs uit Revenge of the Sith hebben laten terugkomen. En voor degene die niet weten wie, het waren Mon Mothma en Bail Prester Organa. De hands down voor de CGI van Grand Moff Tarkin. Holy fuck, ik denk echt dat dat eentje van de beste CGI's is die ik ooit heb gezien in heel mijn leven. Voor degene die niet weten waarom dat ze CGI hebben gebruikt van Grand Moff Tarkin. De acteur die Grand Moff Tarkin speelde in A New Hope is al 20 jaar dood. Dus ja, ze hebben een probleem en ze hebben hem gewoon hergemaakt in CGI en het is nog eens goed gelukt ook. En Princess Leia hadden ze ook hermaakt in CGI, dat was ook super goed gedaan. Maar als je goed keek, kon je het wel een beetje zien. Maar dat is ook een beetje logisch, want ze kwam misschien 10 of 5 seconden met haar gezicht voor in de film. Wat mij ook al opviel in de trailer van Rogue One is de ghost van Star Wars Rebels. En niet alleen mij, ook andere YouTubers. En in de openingsscène van Yavin 4 kon je de Rogue One geparkeerd zien staan op het landingsplatform, denk ik, dat ik het zo noemt, I don't know. En dat was mij gewoon opgevallen. En dat was een easter egg of zo dat ik had gezien. Het is niet echt zeker dat het de Ghost is, maar het is al sinds hetzelfde model. En het leek er echt wel heel hard op. Net zoals de Ghost was er nog een schip uit Star Wars Rebel kwam en dat was de Hammerhead. De Hammerhead was het schip dat de ene Star Destroyer tegen die andere Star Destroyer duwde. En die scène was ook fucking awesome. En die Hammerhead komt ook uit Star Wars Rebels. Dus eigenlijk wel vrij cool als ze een paar dingen hebben laten terugkomen uit de animatieserie. Ik kon niet op mijn woorden komen en ik ga het niet opnieuw opnemen, want ik word echt veel te zenuwachtig. In de stad Jedi liep Jyn tegen iemand aan. En volgens mij was het dezelfde gast waar Luke ruzie mee had in de cantina scene in A New Hope. I don't like you either. You just watch yourself. We're wanted men. I have the death sentence on 12 systems. I'll be careful. You'll be dead. This little one's not worth the effort. Come, let me get you something. Maar dan,
het allerbeste van heel die film. De laatste scène met Darth Vader. Dat was echt gewoon klaarkomen in de cinema. Dat was gewoon 100% fan request. Gewoon Darth Vader die zo wat Rebels zat af te slachten. Die angst in de ogen van de Rebels was. Dat was, oh my god. Ik kwam zo uit de cinema en dacht, sorry gast, ik kan nog eens fappen, wat echt niet normaal. Die scène was echt gewoon perfect. Dat was echt een van de beste scènes uit heel de Star Wars saga. Dat was echt... Maar ik bedank jullie voor het kijken. Het was mijn eerste filmreview. Als het slecht was, zet het gewoon in de comments. Dan stop ik ermee. En als het goed was, dan moet je dat ook in de comments zeggen. En ja. De volgende keer heb ik het over de Assassin's Creed film. Doe alvast een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. En ik zeg ciao.